Hier op stage bij de Lotto Soudal World Tour ploeg loopt het bijzonder goed op wieltjes. En vandaag ga je kijken hoe de renners zich laten soigneren. En kennen de klassieke renners hun klassiekers wel? Welkom bij de laatste aflevering van Studio Lotto Soudal Mallorca. En ik heb hier twee fantastische klassici bij mij. Klassieke renners, Jens Keukeleire en Tijs Benoot. Welkom heren. Dank u. Afgelopen seizoen hebben jullie echt wel pech gehad, hè? Met name in Tour de France, als ik me goed herinner, de vierde etappe voor jou, Tijs. Ja. Ga eens even naar een foto kijken hoe dat je eruit zag. Wat was er gebeurd? We gingen richting massasprint. En op een bepaald moment, een bepaalde beweging, peloton, ik kon niet meer weg. En redelijk hoge snelheid heb ik op mijn hoofd terechtgekomen. Dat ziet er spectaculair uit, maar uiteindelijk was dat het probleem. Ik had vooral last van mijn schouder, die geluxeerd was. Naciluxatie op mijn schouder, dat is eigenlijk... Is dat gins? Nee. Het was de Franse dokter die mij dat zei daar, maar... Il est luxé. Ja. Dus ontwricht eigenlijk. C'est pas bon. Ja, c'est pas bon, ja. Ja, ik ben twee keer val dit jaar, twee keer erg, maar tot dan toe mocht ik absoluut niet klagen over de pech dat ik dit jaar had. Ik denk dat een gemiddelde renner meer dan twee keer valt op een jaar, maar dat is dan natuurlijk op een ongelegen moment. En dan wordt altijd... dat dubbel en dik uitgesmeerd en is het ook... Ja, dat is altijd ongelegen natuurlijk, ja, als je valt, want jij ook, hè. De elfde etappe was het voor u zeker? Tiende rit, ja. Tiende rit? Ah, ja. Rit naar Roubaix. Oké. Okay. Ja. Kijk, we zien u daar op de grond zitten. En toen wist je meteen dat dat gedaan was? Of, Ik niet. Het was nog voor de eerste kasseistrook, maar ook aan heel hoge snelheid. Het was heel snel gebeurd. Er was iemand voor me die zijn ketting schoot door. En hij viel en ik er vlak over. Het enige dat ik me herinner is dat ik ineens op de grond aan het schuren was. Het was een farme klap en dat was op het moment dat ik even dacht van ga ik die fiets nu nemen of ga ik nog even blijven zitten? Hoe de mechanieker kwam met de fiets, erop gesprong bij een fiets. Maar goed, teruggekomen in het peloton en die rit nog uitgereden. En dan op foto's bleek dat mijn kuitbeen gebroken was en de ligamenten er rond beschadigd. En de dokter zei direct van je gaat niet meer kunnen verder. Zeg, en nog een andere kwetsuur, heb je ook nog opgelopen? Ja, dat was denk ik na 7 dagen of zo in de Vuelta. Ik dacht misschien van, tja, naar welke slager is er nu geweest? Ja, dat zag er niet proper uit. En het probleem was dat het niet kon genaaid worden. Het is echt een vleeswonde, gewoon een hap. Ja. Een stuk vlees eruit. Inderdaad, maar dat is mooi hersteld. Ja. Ik zal mijn knie... Je hebt dat één van de knie, kun je dat eens laten zien? Ik denk dat dat zoiets was. Hè. Jezus, ja. En het was redelijk breed vooral. Ja. Maar dat was een knie dat ik het jaar daarvoor eigenlijk 4 keer ben opgevallen. Dus... Ja. Nee, ja. Ik ken een schoontje, hè. Je ziet het waarschijnlijk al een beetje. Ja, je ziet het al een beetje zitten. Dat is een sleutelbeenbreuk. O jezus, en wat is er gebeurd? Hè? Je ziet hè, dat ook een groot litteken. Ja, dat is sleutelbeen gebroken. Ik denk dat dat een veel voorkomende breuk is bij renners. Ja, jullie zijn echte helden, hè, in mijn ogen. Zo dank van, u, Philippe. Dank absoluut. U. Ik vind het ongelooflijk. Het kan niet genoeg gezegd worden. Echte Flandriaans. Hè. Maar niet alleen dat, ook daar andere nog andere rampspoeden over jullie heen, niet alleen kwetsuren. Jij, verleden jaar, zijn jij eens op bezoek geweest in de fabriek van jullie sponsor. Klopt? We zullen een keer even kijken naar dat filmpje. Van een nieuwe machine? Of wat is wat er gebeurd is? Ja, Soudal is een firma die snel groeit en blijkbaar krijgen ze niet snel genoeg mensen nageworven in turnhout. Dus hebben ze gevraagd aan mij om even te helpen, maar dat is niet echt goed uitgedraaid. Je levert niet alleen enorme prestaties, maar daarvoor krijg je ook af en toe een keer terug en word je gesoigneerd. Hè? Je gaat heel naar de soigneur, naar de massage. En voilà, we hebben daar een filmpje over gemaakt en ik mocht eens komen piepen. Hey Jens. Hey Tijs. Hallo. Heeft er iemand een grotere handdoek nodig dan een andere? Wie heeft de grootste handdoek hier nodig?
Zijn serieus benen, hè. En de sprinter heeft hij niet meer nog. Die zijn dikker. En een klimmer heeft hij langer. Is langer. En een klassieker. Dat heeft hij. Dat zit er tussen aan, hè. Dat zit er tussen. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik ben niet zo'n rondrenner. Ja, ik ben nog redelijk rond. Een rondrenner, ja. Is dat niet plezant of doet dat zeer? Soms kan dat wel zeer doen. Als je een hele lastige wedstrijd had. Ja. Dat ze verzuurd zijn helemaal, die spieren. Ja, dan, ja, knobbeltjes in zitten. Ja. En geef hem dan soms een doef. Dan ga je af van de masseer ook. Ja, ik ga het niet vragen. Dan mij ook een keer onderhand te pakken. Want, mag je? Oh, maar jij kijkt al met een blik. Maar ik denk, nee, dank u. Nee, ja, dat gaan we niet doen. Nee, ja. Goed. Heren, dank u wel voor een inkijk te geven op hoe dat er gemasseerd werd. Ja. Is dat niet plezant, zo'n massage? Geniet daarvan? Ik misschien niet echt van het masseren zelf, maar wel van de rust. Ah ja, even tot rust komen. Zeker bij een Tour de France, als je zo... Ja, ja, ja. En ik heb wel een redelijk goede relatie met de masseurs. En dan meestal heb ik dezelfde masseur, zeker in de Tour, is 3 weken dezelfde persoon. Ah ja, dus er is zoiets als een geliefkoosde masseur. Die zijn handen... Ja, dat is te zien. De vorige ploeg dat ik gereden had, was een buitenlandse ploeg. Er was er eigenlijk maar één Belgische verzorger, dus het was dan normaal dat ik bij hem ging. Dat we een beetje in eigen taal wat kan spreken. Ja. En inderdaad, like wat Thies zegt, vaak is het ook een moment van rust en kun ik een babbel slaan en de dag een beetje overlopen. Ik denk dat het ook heel goede psychologen zijn eigenlijk, de verzorgers, omdat ze ik kan luisteren en af en toe wel wat advies geven. Dus dat komt er wel nog een keer bij naast. Dat je massage krijgt. Ah, oké. Okay. Zeg, ja, je behoort bij de Lotto Soudal ploeg tot de beste klassieke renners. Maar het is natuurlijk weinigen gegeven om echt hun doelstelling waar te maken, hun droomkoers te winnen. En jij zat verleden jaar op de Piazza del Campo in Siena. En jij zei tegen uw lief: dat zou toch wel ongelooflijk zijn, moest ik hier de koers winnen. De Strade Bianchi die daar aankomt. En wat gebeurt er? Jij wint de Strade Bianchi het jaar erop. Nee, ja, dus, dat klopt. Ik was er al 2 keer achter geweest. Dus, mijn favoriete koers blijft de Ronde van Vlaanderen. Maar als ik een top 3 moet maken, staat de Strade Bianchi daar zeker wel in. Zeker de heroïek die in de wedstrijd al opgebouwd heeft eigenlijk. Op zo'n korte periode. Ja, want het is maar 7 jaar dat die bestaat uiteindelijk. Hè? En je voelt meer en meer dat dan een klassieke wedstrijd wordt en dat iedereen die wil winnen. Hè? Ja, dat klopt. Dus de namen die mij vooraf gegaan zijn absoluut niet de minste in het hedendaags wielrennen. En ook ja, ik denk dat het de mooiste aankomst is van heel het jaar. Alleen voor mij persoonlijk, misschien samen met de Champs-Élysées. Ja, nou, we zien u hier even in actie. En je ziet ook, het had ook een beetje geregend, denk ik. Een beetje gesneeuwd ook de week. En gesneeuwd ook, dus het was een verschrikkelijk hondenweer eigenlijk. Ik zou hem ook wel graag een keer wel winnen. Ik moet ook zeggen dat ik was er ook bij, afgelopen seizoen. Dat was veruit een van de lastigste wedstrijden dat ik ooit gereden heb. Dus wat dat Thies dat presteert, dat was... Ik denk dat... Hey, op tv zag het er al zwaar uit, maar ik denk dat iedereen die daar aanwezig was, weet dat gewoon een super lastige wedstrijd was. Dus dat was enorm indrukwekkend. Maar moest ik zelf mogen kiezen, dan staat erbij misschien nog ietsje hoger. Nog iets hoger en ook een revanche nemen voor die 10e toerrit van verleden jaar. Dan. Ja, inderdaad. Jullie zijn dus eigenlijk gespecialiseerd in het klassieke koerswerk, maar er zijn ook nog 2 andere collega's van jullie. En wat nog een kleine uitdaging voor jullie. Alleen moesten jullie bij deze uitdaging jullie het benen niet gebruiken, maar wel andere talenten. Er zijn allerlei begrippen in het wielerwereldje aan de gang. En jullie gaan die begrippen moeten uitbeelden en de andere persoon gaat die moeten raden. En de winnaar krijgt een paar fantastische krasloten van de Nationale Loterij. Allee. Come on, Jelle. Hellingen, de rippen uit de klassieke koers. Oh. Op een bed. Veel.
gebabbeld. Ja, we gaan de volgende doen. Ja. Timer, timer. Had lekker, nee. Had, hè. En ik kan voilà, tijd is echt wat dicht. Tijd gaat nu in. Categorie op het parcours Hellingen. De Ruus. Volgende, volgende. Waterweg. Ja. Kramp. Wat is dat, een kramp? Of de tanden bijten. De kuit bijten. Kuitenbijter. Ja. Dat is Luis Suarez. Stop. Tijd is om. Kannibaal. De kannibaal, ja. Hoe uitgebeeld? Dus duidelijk, de winnaars aan die kant. Jongens, proficiat. Alsjeblieft. Fantastische overwinning. Duidelijk. Ongelooflijk. Goed voorteken voor het volgende seizoen. Laat ons hopen. Ja. En terug op hoogste stage nog? Ja. Ja, like elk jaar. De eerste keer dat we samen gaan. Ja. Naar waar? Naar de Sierra Nevada. Sierra Nevada. Ook goed weer. En in februari is dat skiseizoen daar nog. Daar is nog. Ah, ja. Als je naar beneden rijdt met een auto, zit je gewoon in het zuiden van Spanje. Ah, wel, ja, dat is zo. Ja. Dan zit ik bij Malaga en zo. Heren. Het was mij een waar genoegen om met jullie kennis te mogen maken en jullie hier te hebben voor een babbel. Hartelijk dank voor hier te zijn. En ja, daarmee zit onze mini-reeks Studio Lotto Soudal Mallorca erop. Ik moet met spijt ook van jullie afscheid nemen. Ik heb me bijzonder goed geamuseerd met al die Lotto Soudal renners. En ja, hartelijk dank. U kan ook alles nakijken op de Facebookpagina van Lotto Soudal en ook het wedervaren van heel het team daarbij volgen door heel het seizoen lang. Ik ga je afscheid nemen. Ik ga mijn caravan inpakken en cheerio. Tot ziens. Dankjewel.